Ik ben in een hele leuke wijk, die heet namelijk Het Weer. En het weer, als het stormt, ja, dan moet je zorgen dat je niet zo kwetsbaar bent. En als het niet stormt, moet je gaan nadenken hoe je dat kunt gaan voorkomen. Daarom moeten we nu nadenken hoe we kunnen voorkomen dat we komende winter weer zoveel energie kwijt zijn. Daarom ben ik in deze wijk, want hier woont Martijn. En Martijn heeft al zonnepanelen, net als zijn buren. Maar Martijn wil meer en ik kijk of ik hem kan helpen. Nou, ik liep net door deze wijk heen en ik zag dat jij zonnepanelen had. Is dat het enige wat je gedaan hebt? Ik heb een ventilator in de radiator gezet. Dus dan merk je ook wel dat die warmlucht beter door de radiator komt. Ook wel een makkelijke investering. Ik heb wat folie achter de radiatoren gezet. En ik heb een gordijn tussen de keuken en de woonkamer geplaatst. Ik heb boven in de kinderkamer heb ik een infraroodpaneel opgehangen. Dus als ze 's nachts de verwarming uit hebben staan, blijft die kinderkamer nog best wel op temperatuur. Dus je hoeft niet dat systeem aan te zetten om één kamertje maar op te warmen. Maar dat is slim. Er zit veel raam in het huis, dus een logische stap zou zijn om de raam te vervangen. Het is nu dubbelglas. En ik denk dat er wel een betere optie is wat dat betreft. Nou, dat zijn natuurlijk hele grote investeringen. Ja, en dan zeker. Wil je geen miskoop doen, je wil een betrouwbare partner hebben. Maar ik ken een site, Slimme Buur, waarop je kunt kijken wat buren gedaan hebben. Een vergelijkbaar soort huis, ook veel ramen. Wat hun ervaringen zijn, geen commerciële belangen. Nou, we gaan advies zoeken voor glas en kozijnen. Ja. Nou, en in de omgeving van waar we nu zitten, in dit geval, vind een slimme buur. Nou, hier kun je dus eigenlijk alles vinden wat je zoekt als het gaat om verduurzamingsmaatregelen. Maar dat is leuk dan. Dus ik zou op deze website ook zelf mijn ervaringen kunnen delen. Bijvoorbeeld met de installateur van de zonnepanelen. Exact. Kunt je ook aanmelden. Je kunt in dat informatie vragen. Ja, nou, dat ga ik zeker doen. Buren genoeg dus. Oké, dankjewel. Ga ik mee aan de slag.